Laatste sessie van de dag. Ik heb het geluk van iedereen zijn volle aandacht nog te hebben. Mijn naam is Rob Paradies en ik ga het hebben over subresumes, subsummaries. Mezelf kort voorstellen. Ik woon hier in de buurt, in Wilrijk, ten zuiden van Antwerpen. Op de A12 eigenlijk, of tussen de A12 en de E19, dus vlakbij. Ik ben 3 keer vader, 2 dochters en een zoon. Als ik nog tijd over heb, probeer ik te sporten. En ik ben een redelijke twijfelaar, want ik kan niet kiezen tussen squash en badminton, dus doe ik ze allebei. Ik ga al een tijdje mee in de FireMaker-wereld. Ik heb versie 1 en daarvoor gemist. De rest heb ik meegekregen. En ik hou mij vooral bezig met FireMaker-ontwikkeling binnen diverse bedrijven en ook opleiding en coaching. Enkel FireMaker. Goed. Puntjes die we gaan aanraken zijn: waarom heb ik dit onderwerp gekozen? Wat is een subresumé eigenlijk? De meeste van jullie zullen dat misschien kennen, want het is een basissessie, geen advanced sessie. Wat we kunnen doen met scripts en script triggers, gecombineerd met subresumés. En dan gaan we ook eens kijken, als we veel subresumés op elkaar stapelen, hoe interessant dat wel kan zijn. Ja. En we kunnen zelfs zo ver gaan dat we geen hoofdgedeelte, geen body meer gebruiken in onze reporting layouts. Dus dat zijn de punten die we even gaan overlopen. Dus zoals gezegd, ik ga al een tijdje mee in de FireMaker-wereld en subresumes is ongeveer het moeilijkste om uit te leggen aan eindgebruikers. En mensen die zelf hun ontwikkeling willen gaan doen in een bedrijf, die laten dat stukje graag liggen totdat ik langskom. Doet jij dat maar, terwijl het eigenlijk zo simpel is. Dus ik wil jullie nog een keer op sleeptouw nemen om te tonen hoe het moet met een eenvoudige dataset, om jullie daar doorheen te loodsen. Goed. Met de recente versies van FireMaker is het al wat beter, want vroeger moest je nog veel meer dingen doen om een subresumé te... Okay. Wat is een subresumé? Ik heb hier een voorbeeld getoond van voor en na. Het linkerdeel is een Excel-achtige look, een table view, met gewoon de records zichtbaar en de data die er staat. En het rechterpaneel is een beetje behandeld, dat is samengevat. Samengevat in dit geval op jaar van omzet. En daarna op maand van omzet. En nadien zien we een aantal details. Wie heeft wat gekocht, voor hoeveel geld. Ja? Dus een subresumé is hetgene wat je hier in het donkergrijs ziet, die 2016. En het bedrag wat erbij staat, 101.000. Goed. We kunnen het ook even vergelijken met een krant. De titels van een krant, als we die lezen, dat is een resumé of een subresumé. Het is pas als dat interessant genoeg is, of we willen meer detail, dan gaan we echt de broodtekst lezen, de body of het hoofdgedeelte gaan lezen. De details gaan bekijken. Dus zo kan je het eigenlijk ook vergelijken. Subresumes zijn geweldig goede layout-elementen, maar ze hebben één rariteit. Ze zijn van nature onzichtbaar. Ze tonen zich niet graag. En dat maakt ze eigenlijk ook een beetje moeilijk om te gebruiken. Voor de niet-ervaren ontwikkelaar. Tijd voor naar de demo te gaan. Right. Dus deze file zit ook mee in het pakketje wat jullie kunnen downloaden. Ik heb op internet gezocht naar een voorbeeldbestand. Dat zit er mee in. Dus als je erop klikt, gaat gewoon een Excel-bestandje open. Dat was gratis data die ik ergens gevonden heb. Ik heb dat een klein beetje aangepast om de jaartallen een beetje meer naar, laten we zeggen, recentere data te zetten. Maar de inhoud van de database is niet aangeraakt. En die heb ik gewoon geïmporteerd, waardoor er een tabel ontstond. Ja, die tabel die ziet er zo uit, raw data. Goed. Dat is hetzelfde als die Excel-lijst. Het enige wat ik heb toegevoegd zijn de gele kolommetjes. Ik heb een extra veld gedefinieerd waar dat het jaartal in staat. Dat is het jaar uit de datum van het order. Of die kolom daarnaast, waar je hier een 6 ziet staan, dat is de maand van de datum van het order. Voor de rest is dat gewoon geïmporteerd uit die Excel. Goed. En dan nu ons eerste rapport, ons eerste resumé. Voilà.
om een resuméveld, of sorry, om een resumé, subresumé te laten werken, hebben we een resuméveld nodig. Ik heb dat hier al op het scherm gezet. U ziet daar bovenaan staan 684.000. Voor de volledigheid toon ik even hoe je een resuméveld maakt. Voor de meeste van jullie voor de hand liggend wellicht, maar ik ga het toch even tonen, heel kort. Via beheer van de database komen we in een veldenlijst terecht. En je kan dan zeggen van ik wil hier een resuméveld van de omzet. Je kiest het type, summary of resumé in het Nederlands. Create. En dan kan je kiezen wat je wil, een gemiddelde, een totaal, een aantal van, en dan neem je natuurlijk het orderbedrag. Sales. Ja. Dus op die manier heb ik dat veld gecreëerd. Goed. Het volstaat dan om dat veld op de layout aan te brengen. Ook even tonen. Je ziet hier dat dat veldje op de layout staat. In de header in dit geval. En die gaat dan automatisch de som nemen. Het totaal berekenen van alles wat er volgt, van alle details. Dat is van de found set. Ja. Dus ik heb hier een 8000-tal regels in die database zitten, maar ik heb nu enkel New Brunswick uitgefilterd. Een korter lijstje. Anders krijg ik gigantische getallen. Ja? Dus als ik zeg ik show all, krijg je 14 miljoen en dat spreekt niet zo makkelijk. Ja? Dus als ik New Brunswick vind, heb ik minder records, maar met hetzelfde resultaat. Alright? Goed. Dan gaan we die resumé toevoegen. Daar heb ik een ander rapportje voor, een andere layout voor gebouwd. Daar gaan we nu naartoe. In jullie voorbeeldbestand dat jullie kunnen downloaden, zit het resumé-gedeelte daar al in. Hier nog niet, want ik wil jullie graag tonen hoe dat moet. Ja? Dus vanuit layout-modus. Bij part setup gaan we een part toevoegen, een gedeelte toevoegen. En hier kiezen we dan een sub-summary when sorted by. Dat is wel een belangrijk woord hier, when sorted by. Functioneert enkel als er ook gesorteerd is. Ja? Dat is hetgeen wat ik net zei, het is van nature onzichtbaar, zo'n gedeelte. Je moet iets doen om het zichtbaar te maken. Dan kiezen we hier het orderjaar als voorbeeld. Oké. Okay. En dan gaat FileMaker nog vragen, wil je dat bovenaan of onderaan zien? Ja, ik wil graag mijn samenvatting bovenaan. Ik wil de titels zien, gelijk in een krant. En als ik de details wil, zal ik de rest wel lezen. Dus ik kies hiervoor bovenaan. Voilà. In dat layoutgedeelte horen een aantal velden thuis. Ik heb die even voorbereid om tijd te winnen. Voilà. Het resuméveld. Pardon. Het resuméveld ziet u hier staan. Sales total, wat ik net heb gemaakt. En ik ga ook voor de makkelijkheid, voor de leesbaarheid, het orderjaar tonen. Hier links. Goed. Dus we hebben nu niet alleen een header, footer en een body, maar ook een subsummary by order hier. En in browse mode ziet dat als volgt uit. Voilà. Ik heb geen resultaat. Omdat er juist gesorteerd moet worden. Ja? Als ik nu ook vraag om te sorteren, ik heb hiervoor een kleine button gebouwd, hierboven. Het enige wat hij doet is sort, ja? Order years, sorteert hij op jaar. Op dat ogenblik gaat het systeem beginnen rekenen. Het totaal voor 2016 is 101.000. Ja? Als je gaat bladeren, het totaal voor 2012 is 171.000. Dus op dit ogenblik treedt die dat layoutgedeelte in werking, door de sorteeropdracht. Goed. Dan gaan we dat eens doen terwijl de script-debugger aanstaat. Want ik heb in plaats van bij report to, gaat die gewoon naar een layout en heb ik handmatig moeten sorteren. Ja? Om het voor de gebruiker makkelijker te maken, heb ik er een script aan toegevoegd. Dus dat ga ik nu tonen in report 3.
Ik zet wel even mijn debugger aan. Scripted. Die doet niet veel hoor. Die gaat gewoon naar de juiste layout. Je ziet in de layout dat er nog geen samenvatting is. En die gaat nadien in het script ook sorteren. En op het ogenblik dat er gesorteerd is, wordt de subresumé zichtbaar. Alright. Goed. Dus korte samenvatting van wat ik al gezegd had. De subsummaries werken alleen als er ook gesorteerd is op de juiste velden. Ja? En omdat de gebruikers dat nogal eens vergeten, kunnen we ze een beetje helpen door dat in een script te stoppen. Dat is hetgeen wat ik net heb getoond. Ja? Maar we kunnen evengoed een script trigger gaan gebruiken. En dan ga ik terug naar mijn FileMaker presentatie. Dus via een trigger. Je ziet het script hier al iets doen. Ja. Even opnieuw beginnen. Ik zet de debugger terug aan. Kunnen we beter volgen. Dus het enige wat die knop doet is, ga naar layout. Dat kan je hier zien. Go to layout. Er zit geen script achter. Een eenvoudige knop, go to layout. Maar op het moment dat we op die layout aankomen, is er wel een script trigger. Op het moment dat de layout geactiveerd wordt, en dan gaat hij een script uitvoeren. In dit geval zegt hij, hallo, ik ga voor jou sorteren. En dan doet hij dat ook gewoon. Dus ik heb eigenlijk een script trigger toegevoegd aan de layout. Nu is het ook mogelijk om die script triggers die eigenlijk alleen maar geactiveerd worden als je naar de layout gaat, ook op andere momenten te activeren. Bijvoorbeeld nadat we een zoekopdracht hebben gedaan. Ja? En dat kan je als volgt doen. En dat is een trucje dat ik heb van Andries, die er nog is. Die weg is. Ja? Of die gezien wilt worden. Ik ga naar script triggers en kan bijvoorbeeld zeggen on record load. On record load. Ik heb hier een script voorbereid dat heet hersorteren na zoekopdracht. Ja? Dat is een super eenvoudig script. En je kan zien in de eigenschappen dat er zelfs niets gedefinieerd is. Alleen maar sorteer records. Er staat niet eens op hoe dat de records gesorteerd moeten zijn. Want dat heeft FileMaker namelijk kunnen onthouden. Waardoor dit script herbruikbaar is op diverse layouts. Als script trigger. Goed. Dus even kijken of hij het wil doen. Goed. Ik zoek nu in plaats van New Brunswick op een klantnaam bijvoorbeeld. Voilà. En dat wordt automatisch gesorteerd. Ik doe dat nog een keer met de script debugger. We zoeken een bepaalde klant. En op het moment dat we naar onze found set gaan, wordt de debugger, wordt het script al geactiveerd. En het enige wat hij doet is sorteren. Hoe er gesorteerd moet worden, zit niet mee in het script, maar dat heeft het systeem al onthouden. Dat zit mee daarin. Right. Ik ga niet meer terug naar PowerPoint, want dat gaat weer flippen. Dus ik ga gewoon vertellen wat er als volgende komt, zonder die PowerPoint-presentatie. We gaan nu een rapport tonen waar dat zowel samengevat wordt op jaar als op maand. Dus meer dan één subsummary. Er is momenteel nog niet gesorteerd, maar om te sorteren heb ik hier een knopje toegevoegd die een eenvoudige sorteeropdracht doorvoert. Namelijk... sorteer op jaar en dan op maand. Ja? Dus wat is hier gebeurd?
Je kan zien dat hier in plaats van één resume gedeelte er twee zijn. Goed. En dan mijn volgende stap. Wat als we nu eens geen body meer gebruiken? Er is altijd een hoofdgedeelte tot nu toe zichtbaar geweest in het scherm waar de details getoond worden. Ga dat in dit voorbeeld geen body meer gebruiken, maar alleen subresumes. Eerst even naar de achtergrond. Je ziet hier dat er drie resumegedeeltes zijn. Order per subresume per jaar, dan per maand en dan per primary key. Daar komt het eigenlijk op neer. De row ID is hier de primary key. Dus als ik niet sorteer op de row ID, krijg ik geen details te zien. Sorteer ik wel op de row ID, krijg ik wel details te zien. En dat lijkt dan op een body, op een hoofdgedeelte. Ja? Het resultaat is alleen sorteren op jaar. Ook al zijn al die andere details beschikbaar, ik hoef ze niet per se te zien. Sorteren op jaar en op maand, krijg je dat wel te zien. En als ik toch alle details wil, dan kan dat nog steeds. Dus mijn layout is nu multifunctioneel geworden. Het enige wat er verandert is de sorteeropdracht. Veel velden gebruiken de sorteeropdracht of minder. Goed. En dan nog een laatste trucje. Ik heb hier de reorder knop gezet. Die gaat mijn sorteerdialoogkader tonen, hetgene wat ik tot nu toe al gebruikt heb. Ik zal even inzoomen. Sorteren op jaar, dan op maand en dan op row ID. Je kan binnen die sorteeropdracht ook nog eens de sortering ordenen op een ander resumeveld. Ja, dat is deze, reorder based on summary field. En ik kies dan mijn total sales, wat mijn resumeveld is. En dan wordt dezelfde data iets anders gepresenteerd, maar wel leesbaarder. De grootste orders staan in dit geval bovenaan, de kleine orders staan onderaan. Het is nog altijd een relatief of een zeer eenvoudige layout. Met een kleine twist in de sorteeropdracht kan je dit bereiken. Voilà. En dan de uitsmijter, dat is het laatste. Charts. Ja. We hebben hier een sorteeropdracht per klant. Ja. In grafiekvorm kan er dat zo uitzien. Eigenlijk is dat niet meer dan een subresume. In dit geval niet op jaar, maar op klant. En binnen die subresume is er een grafiek getoond die bepaalde informatie weergeeft. In dit geval, hoe zijn de aankopen verdeeld tussen technologie en meubels. Voilà. Dat was hetgeen wat ik over subresume met jullie wilde delen. Zijn er vragen? Op naar de biljartzaal. Je hebt waarschijnlijk helemaal gelijk. Hetgene wat ik gedaan heb hier bij Layout Setup Script Triggers, is ditgene wat je bedoelt, hè? Ja. Ja. Ik heb die inderdaad een keer proberen toe te voegen op on mode exit of mode enter. Ja. Alleen moet je dan in het script ook zeggen dat hij dat niet moet doen bij een zoekopdracht. Want anders krijg je, dan gaat hij dat ook uitvoeren. En daar had ik niet meer genoeg tijd voor, maar je hebt helemaal gelijk. Dat zou beter zijn. Dus een iets complexer script schrijven die dat alleen doet in browse mode. Oké, dank u wel allemaal.